It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me. Ik doe dat ding, ik kom niet hier, ik zit hier bovenin. Kom naar beneden, praat met ze. 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 Wat zijn die buitenspel? Hoe heet je? Ik heet Gerard Dijkman en ik ben ook directeur van een school in Ommoord, de Fritjof Nansen. Waarom zijn er veranderingen doorgevoerd? Ja, we hebben een nieuwe wethouder en die maakt nieuwe plannen, maar daar zijn we niet zo blij mee. Waarom worden de extra subsidie afgeschaft? Nou ja, de wethouder heeft het geld anders verdeeld. Nu krijgen sommige scholen heel veel en andere scholen helemaal niks. En dat is eigenlijk een beetje oneerlijk. Wat gebeurt er met de brede schoolactiviteiten? Zoals het nu is, wordt bij mij op school de brede school afgeschaft. Ik denk net als bij jullie op school. Klopt dat? Bij jullie ook? Ja. Ja. Er zijn hier scholen tegenwoordig die helemaal geen subsidies meer krijgen voor brede schoolactiviteiten. Vindt u dat redelijk? Nee, dat vind ik heel onredelijk, want ik ben hier ook om te protesteren. Ik wil heel graag dat het eerlijker verdeeld wordt en dat die kinderen die het nodig hebben zoveel mogelijk krijgen. Maar eigenlijk hebben alle kinderen wat nodig. Dus je moet niet het ene kind een heleboel geven, het andere kind helemaal niks. Wat moet er volgens u gebeuren? Nou, volgens mij moet de wethouder opnieuw kijken en in ieder geval de gemeenteraad opnieuw kijken naar het geld en zeggen van nou, er zijn nog zoveel kinderen die nu niks krijgen. En het is gewoon heel belangrijk om alle kinderen wat te geven, want alle kinderen zijn het waard. Dank u wel voor het interview. Graag gedaan. Kom naar beneden, praat met ze. Kom naar beneden, praat met ze. Kom naar beneden. Last name ever, first name greatest. Like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the... In volgorde van belangrijkheid genoemde criteria staat continuïteit als tweede genoemd. En de sociale index staat als laatste genoemd. Zie de brief van de wethouder van 8 juni. Een minutieus beschreven onderwijsresultaat in zijn plan. Die hebben gerelateerd aan leerkrachtvaardigheden, nieuwe methoden, programma's die we hanteren. Door het stopzetten van de brede school worden onze leerlingen dus volledig buitenspel gezet. Onze ouders niet serieus genomen. Eerst gaat over dat Jos u geen ontbouwing heeft gegeven, geeft u wel. Heeft u Jos erop aangesproken om te vragen waarom geen onderbouwing is gekomen? En op het feit, u geeft ook al bij aan dat u een compliment hebt gekregen over het plan. Hebben jullie daar ook met Jos over gesproken van hoe het zo kan dat ze wel complimenten geven over hoe het plan in elkaar zit, maar dat u geen subsidie krijgt? Er is ons ook naartoe gevraagd aangekomen wanneer er wel teruggekomen wordt. Die gaat het verhaal van de continuïteit. Nou, dat is gewoon een stekker uitgetrokken. Dat is wel een drama, maar dat ook al het geld uit het verleden daarmee ook down the drain is. Dat zou voor mij niet te verteren zijn, maar wie weet. Never mind, never mind, never mind, never mind.